Ik wens jullie zometeen een inspirerende en leuke dag toe op het gebied van de koloniën en dan met name in Frederiksoord. Dankjewel, Rijn. Ja, jij mag de opening doen, maar ik moet even checken of iedereen daar klaar voor is. En volgens mij staat iedereen in de startblokken. Dus jij mag op die rode knop daar naast jou mag jij een klap geven. Okay. En dan wachten we wel af wat er gaat gebeuren. 3, 2, 1. Te onafschamd als u dat zou lezen. Ik wil het eerste exemplaar overhandigen en daarbij nog een kleinigheidje, het eerste omslag, wat het niet het omslag is wat nu op het boek zit. Dank voor aandacht. En ik ga u aankondigen dat wij aan een heel belangrijk onderdeel in het programma zijn gekomen. En dat is de bewoningsgeschiedenis in kaart. Het thema van deze koloniedag. En aanleiding daartoe is het onderzoek geweest wat de heer Thijs Rinsema heeft gedaan. En daar is hij 5 jaar mee bezig geweest. Met heel veel plezier overhandig ik jou dit boekje. Het is een hele klus geweest om dit allemaal in dit boekje te krijgen. En wat nog groter geweest is, dat zou ik zeggen, maar daar weet jij ook alles van, om de kaart, want achterin het boekje, daar zit een hele mooie kaart van het gebied van de maatschappij van de arbeid. De aanstichter van dit alles is geweest, de man aan wie ik nou het eerste boek ga aanbieden, en dat is Douwe Huizing. Dus misschien wil hij hier wel even komen om zijn terechte straf te ondergaan. Maar dat krijgen we dus nu te zien dankzij de multi-touch-tafel. Oké, gaan. Ik ben heel benieuwd. Wat gaan we doen? Dit is de zogenaamde multi-touch-tafel. En u heeft er nu al een klein doorkijkje, want u kunt door het doek heen kijken. We gaan nu eerst de tafel onthullen. Dus dat is het doek wegnemen. En dat mag u nu gaan doen. Mag ik ervoor krijgen? Daar komt u. Ja! En als u dan hier de naam Wika intikt, en dan geven we een enter, en dan komt er. Kan ik het helpen? Dat de oogst is mislukt? Is er iemand in de zaal die het wil opnemen, Neeltje? Ja hoor, ja hoor. En hoe is uw naam? Vandaag gaan we zaal vol op zo'n zondagochtend. Ik denk dat het kerken zijn hier. Die was een bericht. Ik ga u wat vertellen over wonen in Veenhuizen. Ik heb heel veel plaatjes meegenomen. Dat Veenhuizen denk ik de grootste naamse bekendheid heeft. Maar er waren natuurlijk veel meer plekken waar Van den Bos en de ideeën van Van den Bos en zijn ploeg gerealiseerd zijn. En ten derde male heeft de veldwachter van Vries gelijk. Publieke tuchtiging van ontsnapte en weer teruggehaalde bedelaars is een vast ritueel op de binnenplaats van het gesticht. Maar in ieder geval roept dit natuurlijk ook weer de vraag op van, hey, zou dit familie zijn van? En zo zitten er allerlei anekdotes en beginpunten van verhalen in deze brieven, waarvan ik denk dat wel. Limonade drinken in Hotel Frederiksoord. En als ik naar mijn web in Drachten ging, dan kwam ik deze verkeerspaal voorbij. Dat was het. Als 15-jarig jongen ben ik naar het KNMI gegaan en daar 45 jaar gewerkt. En nu met pensioen en tijd om te schrijven. We zijn begonnen met te schrijven over de Pool. Waar
koloniën van weldadigheid vrij recent ontdekt. Wist helemaal niet van het bestaan af. En ik vind het fascinerend. Okay. Daarnaast, in het midden, dat is de schrijver van dit boek. Ja, een van de boeken over de kolonie, de Bedelaarskolonie. Wil Schakman. Is Schakman een beetje tevreden trouwens, want u hebt er nog maar net, hè? Wat ik tot nu toe gezien heb. Over privacy gesproken. Thijs Rinsma, de andere gast aan tafel, die heeft er helemaal, is er helemaal ingedoken, hè? Zeker als het gaat om de nummertjes en om de huisjes en wie er gewoond heeft. Dus, ja, want... Ik heb geen vraag, maar ik wil wel even alle heren bedanken eigenlijk, want door meneer Schakman heeft mijn voorouders een gezicht gekregen. En nu weet ik dankzij meneer Rinsma waar ze gewoond hebben. En meneer Philip Frerichs die zegt van, is het toeval? Nou, ik ben vroeger heel vaak over het weggetje gekomen waar we net het huisje gevonden hebben. Ik word er gewoon een beetje emotioneel van, maar ik vind het een fantastische dag. Dank u wel. Met het einde van de talkshow, waarvoor ik de heren nog hartelijk dank. Want wat ook die mevrouw vertelde, moet ik eerlijk zeggen, dat raakt mij toch wel een beetje van dat ze nu gevonden heeft. Ze vroeg me vanmiddag, waar staat dat huisje? Nou, ik kon het haar zo vertellen. En ik vind dat fantastisch, eigenlijk. We zijn ook aan het einde van het programma gekomen. De boevenbus rijdt niet meer. De paardentram rijdt niet meer. Dus u mag rustig hier nog even blijven. U kunt nog even naar het hotel gaan. Dat is nog open in ieder geval. Wat ik u wil zeggen is heel hartelijk dank voor uw bezoek aan onze kolonie Frederikshoort. En we gaan met z'n allen geweldig ons best doen om op die wereld erfgoed te komen. Dank u wel en wel thuis.